Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van woensdag 28 mei. Met onder andere: de gilde op de Geitenkamp wordt morgen geïntroduceerd. Werk aan Boulevard Heuveling een maand eerder klaar. Morgen op Hemelvaart zal tijdens de opening van het Hoogte 80 Festival een nieuwe lokale munt worden geïntroduceerd, namelijk de gilde. Deze lokale munt zal gaan dienen als festivalmunt gedurende het vierdaagse evenement. Wij spraken met de voorzitter van Stichting de Gildemunt, Willem van Santen. Morgen begint het Hoogte 80 Festival. Dat is een theaterfestival in de wijk hier. En dat is altijd heel druk bezocht, ook door mensen van buiten de wijk. En als dat festival begint, dan introduceren we ook een lokale munt, de gilde. En die kan tijdens het festival gebruikt worden om zeg maar alles mee te betalen. Hapjes, drankjes en voorstellingen. En na het festival kan die ook in de wijk nog gebruikt worden bij winkeliers die de munt accepteren. Of andere ondernemers. Er is een gilde briefje, een gilde munt en een kwartje. Waarom is hiervoor gekozen? Nou, de munt, daar is het eigenlijk mee begonnen. En die hebben we de gilden genoemd. Dat lijkt een beetje op de gulden, maar dat was niet waarom we hem de gilde genoemd hebben. Maar meer omdat dat met Gildewijk te maken heeft. Omdat het ook iets is wat het ondernemerschap in de wijk versterkt, leek het ons een goed idee om ook met iets grotere coupures te gaan werken. Vandaar dat we ook een briefje van 5 gilden hebben geïntroduceerd. En dat is toch altijd lichter in de portemonnee dan 1 gilde munt. Of 5 gilde munten bedoel ik. Het kwartje is daarna pas ontstaan toen met name het festival, maar ook andere winkeliers zeiden van ja, maar als wij die munt gaan accepteren, kunnen we alleen maar in hele eenheden van een euro gaan werken. Kunnen we ook met kleinere bedragen gaan werken. En toen kwamen we op het idee om niet een munt te maken die je kunt breken. De munt kan niet gebroken worden, maar een munt, een kleinere versie van de munt die een kwart euro waard is. En ja, dat lijkt een beetje op het kwartje van vroeger natuurlijk. Vandaar dat we ook voor de naam het kwartje hebben gekozen. Wat hoopt u nou hier eigenlijk mee te bereiken? Nou, een van de belangrijke doelstellingen van de gildemunt is dat we de economie in de wijk versterken. En dat wordt gedaan doordat mensen die de gildemunt hebben hem ook in de wijk kunnen besteden. En alleen in deze wijk kunnen besteden bij de ondernemers die daarbij aangesloten zijn. Een tweede belangrijke doelstelling van het project is dat de ook sociale activiteiten, vrijwilligerswerkzaamheden, maatschappelijke zorgtaken bijvoorbeeld, dat die nu nog eigenlijk gewoon gedaan worden zonder dat mensen daar iets voor terugkrijgen, dat die met een klein bedrag in gilde gesubsidieerd of gesponsord kunnen worden. En een derde die ook heel belangrijk is dat het natuurlijk iets is van de Geitenkamp en wat het karakter van de Geitenkamp, Gildewijk, uitdraagt. Het is iets waar we trots op kunnen zijn, denk ik. Hoe lang blijven deze geldstukken nou in omloop? Nou, de bedoeling is dat de munt in ieder geval die we nu invoeren, in ieder geval tot eind 2015 gebruikt kan worden, ingewisseld kan worden. En ons idee is dat we ieder jaar een andere munt, een andere serie munten laten ontwerpen door een ontwerper uit de wijk. Deze munt is ook ontworpen door een ontwerper uit de wijk, Anne Hennie. En die heeft een prachtig exemplaar gemaakt. En nou ja, we willen graag dat een andere ontwerper de serie maakt die we volgend jaar willen gaan introduceren. En zo heb je dan eigenlijk ieder jaar een nieuwe serie. En de munt blijft in ieder geval geldig tot het einde van het jaar erop. Dus deze blijft in ieder geval geldig tot eind 2015. En hoe komen mensen aan deze betaalmiddelen? Nou, die kunnen ze dus krijgen, kopen op een festival. Als ze naar een festival toe gaan. Of bij een andere wijkactiviteit waarbij we de munt gebruiken. En ze kunnen hem verdienen met vrijwilligersactiviteiten, maatschappelijke activiteiten. Hoe kunnen de winkeliers de klanten stimuleren om met het betaalmiddel naar de winkel te gaan? Ja, de winkeliers zijn natuurlijk altijd in staat om allerlei acties te bedenken. We zijn al met een aantal winkeliers in overleg geweest om te kijken wat voor acties je met de gildemunt zal doen. En een aantal winkeliers heeft zelfs al acties nu met het Hoogte 80 Festival al geïntroduceerd. Dat je als je met gilde betaalt een korting krijgt. Of dat als je een bepaalde aankoop doet dat je de gilde bij krijgt. Dus dat soort activiteiten kunnen winkeliers zelf organiseren. En er zijn al heel veel leuke ideeën ontstaan de afgelopen tijd. Dus, en dat groeit naarmate mensen er meer ervaring. Het wordt natuurlijk net geïntroduceerd. Naarmate mensen er meer ervaring mee hebben, zal het ook zal de creativiteit ook verder loskomen uiteraard. Het voormalige mozaïekcollege aan de Boulevard Heuveling wordt voor de helft gesloopt. Het gaat om het niet-monumentale aanbouwsel aan de achterzijde van de voormalige school.
De sloop gaat maximaal een half miljoen euro kosten. De bestemming van het pand wordt veranderd in centrumdoeleinden. Het monumentale deel van de Ambachtsschool uit 1884 blijft behouden. De vernieuwing van Boulevard Heuveling in Arnhem is een maand eerder klaar dan gepland. De vernieuwde inrichting kost 7,3 miljoen euro, waarvan 3,45 miljoen euro gesubsidieerd wordt door het Rijk en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Dit in verband met het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het betreft het gedeelte van de Rietgrachtstraat tot en met de Hugo de Grootstraat en de Voetsierslaan. In oktober 2014 lijkt de klus geklaard te zijn. Na 33 jaar neemt directeur Johan Slaghuis van het popcentrum Jacobiberg in Arnhem afscheid. Zijn functie komt te vervallen, dit ten gevolge van een reorganisatie. Deze reorganisatie is het gevolg van de wens om na meer dan 30 jaar een nieuwe frisse start te maken. Wanneer Slaghuis stopt is nog niet duidelijk. Er wordt nog onderhandeld over de beëindiging van zijn dienstverband. De poster Arnhem krijgt jou plat zorgde voor veel ophef. Op de poster die 2 weken lang te zien was op 320 plaatsen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, ligt een vrouw lang uit op bed te midden van winkeltassen. Wat vindt de Arnhemmer van de poster? Ik vind het een leuke poster. Het is mooi bedacht. Ik vind alleen de tekst vind ik een beetje raar aangezien er staat krijgt jou plat. Dat is niet de mooiste tekst die er is, om maar zo te zeggen. Ik zou er juist bij zetten van dat Arnhem een grote hoeveelheid heeft aan winkels. En dat het belangrijk is dat hier ook veel te doen is in Arnhem. Een prima poster. Ik begrijp dat er heel veel discussie over is. Nou, dat wil je graag, want je wil graag in de kijker komen. Dus denk ik dat het zijn doel beantwoordt. Niet echt veel diepgang of zo, hè? Ik vind het wel een goede poster, een mooie poster. Te ordinair. En waarom vindt u het ordinair? Ze legt een beetje raar bij. Het gaat, dus ik vind het niet echt ordinair of zo. Nee, gewoon. Ik vind er niks mis mee. Nee hoor. En ook niet met de tekst? Arnhem krijgt jou plat? Nee hoor. Ja, het is maar net hoe je het interpreteert. En volgens mij, ik interpreteer het er gewoon als leuk. Het ziet er wel leuk uit. In mijn ogen tenminste hoor. En ik heb er geen moeite mee. Wat vindt u van alle ophef die hierdoor is ontstaan? Daar heb ik helemaal niks van meegekregen, dus daar kan ik je niks over vertellen. Is daar veel ophef over? Sommige mensen vinden het te plat. Oh, nou, ik weet niet wat te plat aan moet zijn, maar nee. Ik vind het niet, nee. Dat snap ik wel, want de tekst is natuurlijk een beetje raar. Want sommige jongeren die vinden dat misschien ook niet zo leuk. Dat hoor je toch altijd. Je hoort altijd mensen die daar niet mee eens zijn en die zien dat als, ja, inderdaad, een beetje vulgaar. Maar ik zie dat niet hoor. Tot slot het weer. Het bleef vandaag flink bewolkt met veel en langdurige regenbuien. Vanmiddag kwam de temperatuur uit op zo'n 15 graden en de wind was matig. Vanavond en vannacht blijft het grijs en regenachtig. Het koelt dan af tot ongeveer 11 graden. Morgen op Hemelvaart verandert er niet veel aan het weerbeeld. Wel wordt er minder regen dan vandaag verwacht. De temperatuur zal morgen rond de 17 graden uitkomen. Wij wensen u nog een fijne avond en graag tot maandag.